De spoorwegovergang aan de Oosterhoutseweg in Breda gaat medio november definitief dicht voor autoverkeer. De straat wordt een doodlopende weg. De reden is de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Oosterhout en Breda. Autobedrijf Van Putten zit met zijn zaak langs de Oosterhoutseweg en vreest voor de gevolgen. Omzetvermindering, werkplaatstraffic wat misschien minder gaat worden. En autoverkopen, zeker niet te vergeten, die ook minder zullen gaan worden. Het is heel tweezijdig. Voor de mensen die hier wonen is het heel prettig. En voor een bedrijf zoals de garagebedrijf Van Putten en een speelgoedzaak daar op Tilburgsweg is het gewoon een groot probleem. Die zien echt wel een teruggang van klanten, zeg maar. En dat is voor ons als bedrijf, ja, ik wil niet zeggen dodelijk, maar wel weer een hele harde steek in onze rug. Als eigenares van een kinderdagverblijf is Vosmer zelf zeker niet bang voor minder klanten. Nee, mijn ouders die zoeken toch kinderopvang, dus die komen toch wel die kant op. Als je maar duidelijk aangeeft hoe de mensen jouw bedrijf kunnen bereiken, denk ik. Voor kinderen is een stille straat nu wel veilig, maar bewoonster Debbie Aarts voorziet ook voor hen problemen. En straks gaan die kinderen ook allemaal naar school. Dan moeten ze allemaal omrijden langs het industrieterrein of langs de lage kant. Dat is gewoon niet handig. En voor oudere mensen, ja, die zitten dan helemaal opgesloten. Die komen straks die zien helemaal niks meer. Al anderhalf jaar is de Oosterhoutseweg dicht door werkzaamheden. Van Putten verwijt de gemeente vooral dat er nooit een gesprek is geweest over de definitieve sluiting. We hebben het uit de krant moeten vernemen. We hebben het middels publicaties moeten vernemen dat het nu definitief is. En het besluit staat vast. Er is verder niks aan te doen. De busbaan en buslijn is er nog niet. Er is nog geen nieuw station. Wij zijn ook heel benieuwd hoe en wat het verder allemaal gaat doen en hoe lang we nog in de rotzooi gaan zitten. Maar wie straks zijn boodschappen wil doen in het centrum van Breda, zal toch een stukje om moeten rijden of op de fiets moeten stappen.